De gedachte dat het wetenschappelijk onderwijs beter is dan het beroepsonderwijs moet veranderd worden. Dat zegt Robbie Holband, directeur van het Polytechnisch College Suriname, tijdens de afsluiting van het driedaagse congres. Ter afsluiting van het congres werden de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld vragen en voorstellen te poneren. Robbie Holband, directeur PTC, zegt dat deze vragen en voorstellen meegenomen zullen worden en gebruikt bij de uitvoering. Er komt een verslag hieruit. Dat is een van de eerste zaken die gaan komen. En het verslag gaan we dus aanbieden. In het verslag, al de aanbevelingen die de drie dagen zijn gedaan, zullen ook in het verslag verwerkt zijn. Maar daarnaast zijn er echt concrete voorstellen gedaan. Er waren al een paar mensen die me hadden gevraagd om bijvoorbeeld te gaan praten en gaan kijken om een bundeling te maken van onderwijskundigen. En tijdens het congres, de heer Vernelt was ook hier, heeft hij het ook weer naar voren gebracht. En ik denk dat dat een van de dingen is die we ook gaan oppakken, toch? Om onderwijskundigen bij elkaar te brengen, om met elkaar te discussiëren over ons onderwijs en zo een klankbord te kunnen zijn voor het ministerie van Onderwijs in het bijzonder, maar de regering, om te zeggen van, hey, kijk, dit zijn de zaken waar je naar moet kijken als we het hebben over onderwijs. Dit zijn de uitdagingen, zo kunnen we met de uitdagingen omgaan. Dus dat zijn een paar van de concrete dingen waarvan ik denk van, die zaken moeten we heel snel gaan oppakken. Gerald Bruma, vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, stelt dat er overgegaan moet worden tot het helpen financieren van het beroepsonderwijs op universitair niveau. In de meeste gevallen is de wil aanwezig, maar de financiën niet. I think what we should do is that to finance TVET education at the structural level, all stakeholders need to come together and to commit to quality TVET education, and that all stakeholders are prepared and committed to contribute to the finance, to the financing. Voor dit congres is er een team samengesteld die belast is met het opstellen van een verslag. Naar zeggen van Holband is het de bedoeling dit verslag bespreekbaar te maken met de belanghebbenden onder wie het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.